Dag meneer Kooijman, wat vervelend dat uw auto gestolen is. Dat is even schrikken. Ik kan me voorstellen dat u daar niet op gerekend had. De website van de politie Rotterdam-Rijnmond biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om aangifte te doen via de webcam. Eenvoudige delicten konden al telefonisch en via internet worden afgehandeld. Maar dankzij de webcam hoeft u ook voor ingewikkeldere zaken het huis niet meer uit. Deze mogelijkheid hebben wij gecreëerd omdat we bij bepaalde aangiftes zeker willen weten wie we tegenover ons hebben. En dat kan je met de webcam heel goed doen. Ik wil even uw paspoort zien, even of een ander identiteitsbewijs, of u dat even voor de webcam wil houden, zodat ik ook even zeker ben dat u degene bent die u zegt dat u bent. Van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds is er iemand beschikbaar. Uit de cijfers blijkt dat we nog niet gewend zijn om bij diefstal een agent via het internet te spreken. Een kwart van de aangiftes wordt nu maar via internet en de telefoon gedaan. En dat moet snel naar 60%. We hebben natuurlijk al jaren tegen mensen gezegd, kom naar het politiebureau. Dat was in die tijd ook heel goed. Maar inmiddels is de technologie, zowel internet als gsm, zo ver gevorderd dat wij als politie ook meegaan met onze tijd en dit als mogelijkheid aanbieden. Wat is het kenteken? Dat is HP. Ja? De proef met de webcam duurt tot het einde van het jaar. En voor ernstige gevallen kunt u nog steeds op het politiebureau terecht. Op het moment dat iemand slachtoffer is van verkrachting of van een overval, dan zal altijd de aangifte in persoon plaatsvinden door een rechercheur of door een agent. Dat willen wij ook niet, dat dat via de webcam plaatsvindt. De aangifte die krijgt u thuis gestuurd. Fijn dat u het op deze manier aangifte heeft willen doen.